Een van de medewerkers die was 's ochtends binnengekomen en die merkte dat een van de raampjes was ingetikt. En bij binnenkomst, dan mis je natuurlijk meteen die bus, want dat is een vrij prominente grote bus. Nou, het is televisie, dus ik zal me beheersen, maar daar zat boosheid en ook gewoon verdriet. Omdat je je met zoveel vrijwilligers inzet om zo'n 250, 300 gezinnen een mooie kerst te bieden. Alsof je een klap in je gezicht hebt gekregen, laat ik het maar zo omschrijven. Rond 9:45 braken de dieven de loods in en sloegen hun slag. De nieuwe bus ter waarde van enkele tienduizenden euro's en de producten die bedoeld zijn voor de minima in West-Friesland namen ze mee als buit. 250 pakken koffie, iets van 200 flessen wasmiddel en de handzeepjes en dergelijke, die waren nog niet geteld, want die waren daarvoor net binnengehaald. Maar ik geloof dat er ook een stuk of 80 waren, dus echt een forse kostenpost. Goedemorgen, mag u iets vragen? Ja, wij staan hier voor kerstactie West-Friesland. Maar de moed opgeven, daar willen ze niet aan denken. Bij supermarkten proberen ze de gestolen producten net zo hard weer in te zamelen. We kunnen die 300 gezinnen waar wij een mooi pakket voor willen maken, kunnen we ook niet laten zitten. Mensen hebben al de inschrijving gedaan, dus we verwachten ook op korte termijn zo'n pakket. Ja, dan laten wij ons niet door deze tegenslag uit het veld gaan. Bedankt, hè. Alsjeblieft. En alle hulp is uiteraard welkom. Ja, we kunnen echt alles goed gebruiken en als mensen daar nog iets in kunnen missen, we zijn met iedere euro of met ieder product zijn we uiteindelijk heel erg blij.